Welkom bij TCG & Toys. Vandaag weer een nieuwe Hatchimal video. Ik heb voor jullie Hatchimal Season 4. Hatchbright zijn het. Je kan ze op zo'n stand zetten, staat hier. Zo eentje die licht geeft. Zo'n dingetje kan je kopen voor, volgens mij was het 10 euro of 20 euro. Ik weet niet precies. Dan krijg je dan ook zo'n speciale poppetje erbij. Maar dan kan je ze op een stand plaatsen en dan doe je het licht uit, zodat het donker is. Doe je dat aan, dan shine ze door de tummy heen. Ja, we gaan deze openmaken. Dit is Dukkel. Die heb ik verleden keer opengemaakt. Uit een pakje gekregen. Maar ik heb deze. Wat ik altijd doe is... als ik zulke dingen openmaak, ik ga dan de 4-packs halen met een dingetje op de voorgrond die ik nog niet heb. Dan heb je grote kans dat je een nieuwe hebt. Namelijk, heb je dezelfde, dan zit er elke keer dezelfde in. Welke kleur hebben we hier? Twee oceans. Een paarse. En weer een gele. We beginnen weer met de gele. Het moet een beetje uitzoomen. Zo. Een gele. Het kan de Savannah zijn, maar het kan ook de Bright Starlight Shore zijn. We hebben een van de Starlight Shore. We hebben Starlight Narwhal. Oh ja, dan had ik natuurlijk ook nog deze. De Dukkel die ik al heb. Starlight Narwhal. Zo. Nu gaan we met een ocean beginnen. Hup. Nou, is ieder geval rare, denk ik. Ja, we hebben de shark. Sharkle. De Rare Shark. Zo hè. Dan gaan we nu. Dit is waarschijnlijk de Jungle. Maar het kan ook de Midnight Masquerade zijn. De Limited Edition. Is de Jungle. Oh, we hebben een chameleon. Dit is chameleon. De common chameleon. Want je hebt ook een rare. Deze had ik ook nog niet. En dan de laatste is de ocean. Ik hoop dat dit een ultra rare is. Het kan een rare zijn of een ultra rare. Hij is roze. Een pingola. Doe pingola. Nou, we hebben 4 uit 5. Dat is goed. Wil je niks missen? Abonneer mijn kanaal, want ik plaats elke dag een mooie video update. En dan zie je de volgende keer met een nieuwe video. Bye bye. Doei.